Als ik onderzoek doe naar de free zones, en soms valt een free zone af en komt er een andere free zone bij, dan kijk je naar een heleboel dingen. Maar één van de belangrijke dingen waar ik naar kijk, is de stabiliteit van de processen. Er zijn free zones in de Verenigde Arabische Emiraten, en ik ga ze niet noemen, want dat zou naming and shaming zijn, die letterlijk elke maandstand hun processen en hun procedures volledig ondersteboven gooien, zodat er eigenlijk geen touw aan vast te knopen is. Er zijn ook free zones die sinds 2011 eigenlijk helemaal niets meer hebben veranderd. Dat is ook niet goed. Idealiter heb je een free zone in de middenweg. Dat betekent dat ze goed meegaan met de tijd. Zeker in de COVID-periode is er gigantisch veel gedigitaliseerd, wat eigenlijk altijd wel een voordeel is. Zeker als je vanuit Nederland dingen moet starten en doen als ondernemer. Vaak sta je natuurlijk met één been in Nederland en met één been ben je bezig door te stappen naar de Verenigde Arabische Emiraten. En meegaan met de tijd, maar niet elke maandstand of elke 3 maanden de procedures volledig aanpassen. Want daar word je net er gek van. Nou, ik heb 7 free zones in mijn boekje staan. Die volg ik qua aanbiedingen, qua processen, qua procedure, qua portal. Daar maak ik een keuze uit voor je. Er zijn er 42, dus er zijn een boel free zones die ik niet actief volg. Als je per se naar een bepaalde free zone wilt, omdat je dat hebt uitgezocht op internet, dan wil ik daar best naar kijken. Dat is geen probleem. Maar standaard neem ik 7 free zones mee, dat is al best veel werk. En valt er elke 5 maanden eentje af en komt er eentje bij.